Voorzitter, vanavond vieren Joden over de hele wereld de bevrijding uit de slavernij, de uittocht uit Egypte, Pesach. En komend weekend is het Pasen, waar heel veel christenen heel veel belang aan hechten. Toch wordt het anders gevierd, en niet alleen omdat het stil is, maar ook omdat dat virus zo hard toeslaat. We lazen dat er van 120 bewoners van Beth Shalom in Buitenveldert 15 zijn overleden. En dat er van de Zusters van Liefde in Tilburg, van 128 zusters, 10 zijn overleden. Dat is er aan de hand. En vanochtend zagen we ook in de briefing hoe dat virus om zich heen grijpt in de verpleeghuizen. De meest kwetsbare mensen die werkelijk verschrikkelijk getroffen worden. Dus mijn vraag aan het kabinet is, wordt het niet tijd voor een noodplan om die verpleeghuizen beter te beschermen? Wordt het niet tijd om het beleid van het Amphia ziekenhuis in Breda, waarbij medewerkers ook met lichte klachten niet moeten komen werken, toe te passen om onze kwetsbare ouderen te beschermen in de verpleeghuizen? En dan de beschermingsmiddelen. Dat is terecht door alle sprekers genoemd. Ik zie dat er enorm hard gewerkt wordt aan zowel het invoeren van beschermingsmiddelen als het produceren daarvan. Maar in de tussentijd zie je praktijken die we niet moeten accepteren. Ik hoor van Brabant Zorg dat ze straks mantelzorgers naar patiënten moeten sturen, omdat er geen beschermingsmiddelen zijn voor de medewerkers. Het RONAS meldt dat er nog voor één dag voorraad is. Het lijkt mij de hoogste tijd dat waar de coördinatie op het landelijk niveau gelukt is voor de ziekenhuizen en IC-capaciteit, en complimenten daarvoor, dat we dat nu ook introduceren voor het zorgen voor beschermingsmiddelen, maar ook voor het helpen van de medewerkers. Die staan voor afschuwelijke dilemma's. Die krijgen vaak tegenstrijdige signalen. Wat doe je nou met klachten? Wat maakt het uit als je in je omgeving mensen hebt die kwetsbaar zijn? Ik vind dat dat niet langer kan. Ik vind dat we vandaag moeten besluiten tot centrale coördinatie, tot regie, om te zorgen dat in ieder geval iedereen die dat het hardste nodig heeft, onmiddellijk kan beschikken over beschermingsmiddelen. En voorzitter, ik vraag ook het kabinet om de stand van zaken van het testen. Want ja, het is belangrijk dat we gaan nadenken over exitstrategieën. En die app kan daar een rol bij spelen, mits vrijwillig, tijdelijk, anoniem en in handen van de overheid in plaats van een privébedrijf. Maar je hebt ook testcapaciteit nodig om te weten waar het virus weer uitbreidt in de bevolking. En het derde punt dat ik heel graag onder de aandacht wil brengen van het kabinet is de reguliere zorg. Die uitgestelde golf aan zorg. Politiemensen vertellen me dat ze de laatste tijd heel veel reanimatieoproepen krijgen. En cardiologen vertellen dat ze geen patiënt meer zien. Die combinatie moet ons zorgen baren. En ik zou het goed vinden als bij de volgende persconferentie, dat is een dinsdag traditie geworden, nu ook eens een duidelijke oproep komt. Mensen, blijf niet lopen met die klachten, stel het niet uit, want ook dat is te gevaarlijk. We moeten ons realiseren dat er enorme risico's worden genomen door mensen zelf, omdat ze bang zijn naar het ziekenhuis te gaan, omdat ze het gevoel hebben dat er geen plek is. Die reguliere zorg komt in het gedrang en ik vraag het kabinet om daar op te acteren. Voorzitter, de heer Heerma zei het, vond ik mooi. Er zijn ook stille kwetsbaren die onder de huidige crisis lijden. In fysieke zin of door gebrek aan aandacht, omdat je eenzaam bent als er geen bezoek meer kan komen. Het vreselijke beeld van een begrafenis waar je niet de mensen bij kan hebben die je er had willen zien. Maar ook soms wel weer fysiek. Ik hoor dat het aantal meldingen van geweld achter de voordeur enorm toeneemt. In Friesland plus 50%. In Frankrijk, Spanje zag je vergelijkbare cijfers. En waar het toch al zo moeilijk is om dat bespreekbaar te maken, is het extra lastig als de mishandelende partner de hele tijd in dezelfde woning zit. Dus ik vraag het kabinet om de aanpak zoals die in Frankrijk en Spanje hebben ontwikkeld hier over te nemen. Dat betekent codewoord, dat betekent een noodnummer en dat betekent het reserveren van ruimtes, bijvoorbeeld in leegstaande hotels, om mensen op te vangen die even op een andere plek op adem moeten komen. Heb oog voor de kwetsbaren, want dat is wat mij betreft het laatste wat ik over Jort Kelder zou willen zeggen. Het beschermen van kwetsbaren is een teken van kracht. En wie een mens redt, die redt een volk.